Het Graaf Engelbrecht College gaat vanaf volgend jaar naar een highschool model. Dat houdt in dat sportliefhebbers onder schooltijd de kans krijgen om zich te ontwikkelen. NAC-trainer Robert Maaskant verzorgde vandaag een clinic aan de pilotgroep. Wij horen bij Breda als NAC zijnde. En daar doen we ook wat voor terug. We hebben heel veel samenwerkingsverbanden. En er hoort ook bij dat de hoofdtrainer zich laat zien bij dit soort evenementen. Aangezien wij samenwerken met NAC is er niks mooiers voor deze jeugd om één keer training te krijgen van de nieuwe hoofdtrainer van NAC. Ambitieus in de uitstraling zoals hij is, Robert Maaskant. En dat willen we hier ook graag hebben. Dus niks moois voor die leerlingen om één keer training te krijgen van een hoofdtrainer. We krijgen training van NAC-trainers. Dat is wel leuk. En je leert er ook wel veel van. Ja, vind ik wel cool. Ja. Tegen Willem II in het stadion is natuurlijk fantastisch. Maar ook dit soort dingen op amateurvelden in de Haagse Beemden. Samenwerking met scholen. Dat hoort bij de club NAC. Wat heb je geleerd vandaag? Vanochtend hebben we vast training gehad. En dan dat uit in coördinatie. En dan zoomen tegen oude partijen. Open draaien en strak spelen. En wat houdt dat in voor een leek? Weg van het draaien van de man. Dat is open draaien. En strak spelen kan je meer mee. Vanaf volgend jaar start het Graaf Engelbrecht College ook met andere sporten. Hockey, schaatsen, wielrennen, volleybal en mogelijk nog andere sporten afhankelijk van de aanmeldingen. En alles onder leiding van professionals of jeugdtrainers van NAC of mensen van Deltalent, Annemarie Thomas, mogelijk Bobby Traxel voor het wielrennen. En alles tijdens schooltijd. En nou weten we allemaal dat NAC in een moeilijke fase zat toen je het aantrof. Zijn dit dan wel dingen waar je op zit te wachten, vraag ik me af? Nou, waarom niet? Ik bedoel, de dag is 24 uur en daar kan ik heel veel tijd aan besteden aan wat het belangrijkste is. Want laat dat ook duidelijk zijn, dat is de eerste helft van de Eredivisie houden. En dat zal nog lastig genoeg zijn, maar dit hoort er voor de toekomst van NAC, hoort dit er ook gewoon bij.